god. Aha. Doe me denken aan de McDonald's. Als daar het friet klaar is, dan hoor je toch ook zo'n piep. Maar weet je, de vorige milkshakeblok heeft gewoon al meer dan 6000 duimpjes omhoog. Jullie reacties? Wauw! Misschien moeten we er een vervolg op doen, man. Spookhuisvideo? Ja. Ja, ik vond het wel vet. Oké, duimpje omhoog als je een vervolg wil op spookhuisvideo. Misschien nog een stapje next level. Het moet wel vetter zijn dan de vorige natuurlijk. Het wordt sowieso vetter dan de vorige. If we gonna die, yeah. Hey, heb je ook zo'n goede herinneringen aan speeltuintjes? Vroeger, toen speelden mensen in speeltuintjes. Dan ging je zeg maar daadwerkelijk naar buiten in plaats van de hele dag achter je computer zitten. Ja, in plaats van dat je een speeltuin bouwde op Minecraft. En je kon ook praten tegen andere mensen. Zou jij boer willen worden? Ronald de Boer. Gewoon een echte boer. Gewoon met zijn tractor en een trekker. Weet je, we hebben wel meestal echt veel land. Echt veel. Maar, en ook best wel veel geld. Ja, maar dat verschilt ook weer per. Als je rijke boer moest worden, zou je dat willen? Of kon worden? Ja, maar dan zou ik mensen inhuren om voor mij te werken. Nee, maar je moet wel zelf werken. Nee, dat niet. Ja, weet ik veel. Hoe rijk? miljoen op je bank. En je hebt al je land en je Maar huis moet je dan uit. Iedere dag werken? Dan moet je iedereen, je moet de koeien verzorgen, je moet de varkens trekken, je moet de kippen braden. Ja, dat is wel een lastige braden. Kunnen wij niet een keer een dagje meelopen op de boerderij? Ja. Heeft iemand van jullie? Ja. Laat in de reactie weten als je boerderij hebt en of wij een keer een dagje mee mogen lopen. Maar dan moet je wel echt zo'n typische boerderij hebben met kippen en koeien en geiten en slangen. En land en graan. Staan in je tuinbroek en dat je dan die koeien moet gaan verzorgen. Ja, als iemand, dat is best vet. En dan lopen wij nog mee, we kunnen er geen kont van natuurlijk. Die kenteken geen land. Oh, daar links. Never mind. Never mind, I'll find someone like you. I brought the cocos back. Cocos back. Cause all these bitches know that cocos back. Ah, spannend. Heb je niet een kleine tinteling zo? Omdat kokos er weer is. Ja. Ja, en omdat we weer bij de McDrive zijn terwijl kokos terug is. Zeg maar wat jij wil. Hallo, voor mij een kleine milkshake van Nielje. Alles voor niets, sorry. Hebben jullie kokos? Jazeker hebben wij kokos. Anders nog iets, sorry. Nee, dat was het. En een kleine vanille, toch? Ja. Of alleen nee, die kokos? Nee, vanille en kokos. Dus er wordt één milkshake. Twee milkshakes. Deze is... Anders door aan het tweede raam. Ja. Oké, dank u. Moeilijk. Kokos is terug! Wow! Ah. En zij maar zeggen, we krijgen echt geen kokos meer. Ik ga er persoonlijk voor zorgen dat het niet meer komt. Oh, ik ben een vrachtwagen en ik ben... Staat muziek aan ofzo? Waar? Denk je dat het muziek is? Nee, ik hoor de muziek al bij jou thuis. Hij is best vies. Serieus. Hey baby, what's that? Grapje! Beschrijfelijk, betijdelijk, appetijtelijk, appetijtelijk. Daar sta je dan. Je zag het moment in je droom. Die van Lucky TV is fucking grappig. Die met... Hij is gek!
Hij is gek! Dit wordt toch met Koninginnedag geüpload? Dit is vandaag Koninginnedag! Wat is dit? Guns. Zogenaamde guns. Oh nee, dat zijn dozen. Jij die... Dukkie Dik loopt over de straat en hij verveelt zich de tering. En wat ziet hij daar? Dukkie Dik! Een auto! Een auto! Maar wat zit er in die auto? Die radio! Een Pioneer radio, ja! Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch! Wat denken jullie dat hij nou is? Hij is ziek! Ziek! Die is ziek! Die is hartstikke dood! Het is echt toen we nog jong waren en vers. En live while we're young! Begonnen de meisjes eerst met van, zullen we afspreken, weet je, in plaats van spelen. Als de jongens dan nog spelen zeiden, dan waren ze dom. Ja. Zullen wij nog afspreken? En op een gegeven moment werd het zo, chillen. Ja, dat is zo chillen. En nu is het, zullen we een zakelijke meeting houden met z'n tweeën onder vier ogen. Bij mij thuis op het kantoor? Ja, natuurlijk. Ja, prima. Jan Dillen, ik noem je van Jan Dillen. En ik ben broeder Mert. Broeder Mert? Ga eens hier naar rechts, kijken of hier wel schapen zijn. Dat ga ik nog een keer proberen. Prima hoor, we zijn. Hij dacht zeker, oh, ik ga lief doen, want Sofia zit er twee mooie vrouwen in ofzo. Zitten wij erin. Jongens, jullie moesten eens weten wat voor auto wij nu rijden. Maar hij is er niet roze, dus dat scheelt. Maar ja, dan zou je pa wel echt een mafkeest zijn als hij ook nog eens een roze had. Ja. Weet dat je moeder deze wilde, of niet? Ja. Huh, hier had je vroeger schapen. Jong. Oeh, misschien is het daar wel. Ja, maar daar. Hij, zag je dat die bouwvakker zich gevierd en dacht, damn, twee verdwaalde chicks. Zaten wij erin. Er staat een paardkoe. Ik zweer het. Kijk, daar links, dat witte. Met zwarte stippen. Het lijkt op een zebra paardkoe. Een zebra paard. Ja, daar. Ah! Ah, daar. Zie je hem? Zie je? Oh, what the fuck? Het is echt een paardkoe. Het is een paardkoe. Hij denkt, ah, ik ga een beetje deze chickies impressen met mijn dikke vrachtwagen. Zitten wij erin. Groen duimpje voor als je vervolg wil op de spookhuis video. Ja. En groen duimpje voor de paardkoezebra. Peace. Doei. Paardkoezebra. Klik op abonneren. Mensen, klik op abonneren, groen duimpje en doei. Toch? Ja. Oké, nou, hey, jongens.